Als jij als cliënt bij mij vegetarisch of zelfs veganistisch wil eten en daar echt van overtuigd bent, dan ga ik met jou kijken hoe we dan aan je klachten kunnen werken. Dus ik zeg niet dat iedereen dit moet doen, maar ik sta er wel voor open. En het is één van de knoppen waar je aan kunt draaien, ja. Ook bij mentale gezondheid. En ik denk, een hele belangrijke, die heel vaak over het hoofd wordt gezien. En die ga ik niet verstoppen, omdat de wereld nu een beetje, vind ik, te veel de andere kant op schiet. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Welkom bij de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben weer met Jolanda. We hebben eerder een aflevering opgenomen over jouw eigen ervaring met carnivore. Nou, we waren alweer aan het praten tussendoor, allemaal interessante dingen, dus we zijn snel gaan opnemen. Deze aflevering willen we het specifieker hebben over het carnivore dieet bij mentale gezondheid en dus ook in de GGZ. Ik noemde net al eventjes, en daar ben ik heel erg benieuwd naar, jij bent psycholoog, je hebt je eigen praktijk, jij bent je meer aan het uitspreken over het carnivore dieet, dat je dat ook zelf doet, dat ook zeker ziet als bevorderlijk bij cliënten. Ja. Ben je ook wel eens bang dat je je eigen ruiten ingooit? Ja, ja, een beetje wel. Ja. Ja, wat we net ook zeiden, dat vlees is het nieuwe roken. En het bijna zelfs asociaal bevonden als je vlees eet. Ja. Nogmaals, waarbij ik dus denk, dat kan allemaal anders. Intensieve veehouderij, de manier waarop we het nu doen, ben ik ook tegen, hoor. Ja. Daar niet van, maar het kan anders. Ja. Het vlees op zich hoeft niet weg. Dus ja, ik ben me ervan bewust dat, dat het zou kunnen dat mensen die weten dat ik alleen maar vlees eet, daardoor niks met mij te maken willen hebben. Ja. Dus ook cliënten. Merk je dat ook? Is dat zo? Heel toevallig, en ik weet niet of dat zo is. Toevallig kreeg ik gisteren een mailtje van een dame die een intake bij mij zou doen. Daar waren we best wel even mee bezig geweest. En ineens stuurt ze een mailtje met: ja, Jolanda, ik wil toch mijn intake afzeggen. Ik wens je veel succes met je praktijk. Oh. Ik weet niet hoor, of dat. Maar het kan natuurlijk zijn als mensen mij zoeken op LinkedIn. Oh jeetje. Of googelen, dat ze daarachter komen. En, ook hoe ik jou gevonden heb. Dus inderdaad een post, ik eet alleen vlees met een ribeye was het volgens mij. Ja. Oh, dat is zou, dat... Ik weet het niet hoor, maar het zou kunnen. Ja. Wat doet dat dan? Ja, ik ben me hier natuurlijk van bewust. Ik heb bewust die keuze gemaakt om daar wel open over te zijn. Omdat ik denk dat het heel veel mensen juist kan helpen. Mm-hmm. En omdat ik daar niet heel dogmatisch in ben. Dus als jij als cliënt bij mij vegetarisch of zelfs veganistisch wil eten en daar echt van overtuigd bent, dan ga ik met jou kijken hoe we dan aan je klachten kunnen werken. Dus ik zeg niet dat iedereen dit moet doen, maar ik sta daar wel voor open. En het zou... Het is één van de knoppen waar je aan kunt draaien, ook bij mentale gezondheid. En ik denk, een hele belangrijke, die heel vaak over het hoofd wordt gezien. En die ga ik niet verstoppen, omdat de wereld nu een beetje, vind ik, te veel de andere kant op schiet. Dus ik ben me daarvan bewust. Ik heb misschien wel de luxe dat ik die keuze volgens nog kan maken. Ik bedoel, ik heb genoeg cliënten die gewoon komen. Trek je er ook mensen juist mee aan? Dat begint wat meer te komen. Ja, snap ik. Want dat is natuurlijk ook vaak als je je meer gaat uitspreken. Je krijgt een beetje haters, maar ook fans. Ja. De beide kanten werkt dat natuurlijk op. Ja, precies. Dus ik heb steeds meer cliënten die het ook interessant vinden en wel met voeding aan de slag willen. Dus daar werk ik dan ook mee. Ja. En je bent zelf met carnivore begonnen. Nou, dat doe je 5 tot 6 jaar nu inmiddels. Daar gaat ook de vorige aflevering over. Ja. Wanneer kwam het punt dat jij dacht, hey, dit kan voor meer mensen helpen en dit kan ik ook daadwerkelijk bij mentale gezondheid in gaan zetten? Dat heeft wel even geduurd voordat ik daar in de praktijk ook mee aan de slag wilde gaan. Dus ik voel me daar nu ook nog in de praktijk een beetje in de... het is aan het opstarten, zeg maar. Ik ben dat vorm aan het geven. Omdat ik heel lang gedacht heb, ik ben geen arts. En als psycholoog vind ik dat altijd belangrijk. Dat ook wat betreft medicatie en zo, dat je mensen
niet te veel moet gaan vertellen. Ja. Zonder dat je arts bent. Daar stap ik nu een beetje vanaf. Hoe komt dat? Dat heeft verschillende redenen. Ten eerste omdat ik heb gemerkt dat heel veel artsen qua kennis eigenlijk het niet beter weten. Nee. Wat die over voeding gehad hebben, denk ik nou. Ja. Ja. Ik denk dat ik daar inmiddels overheen kom qua kennis en wat ik erover geleerd heb. Dus dat is een belangrijke. En omdat ik ook wel vorm krijg in hoe ik dit met cliënten bespreek. Dus dat ik er inderdaad bij zeg van, ik ben geen arts. Maar, de onderzoeken die er zijn, kan ik erbij halen. Je kunt natuurlijk altijd dingen proberen. Mm-hmm. Met voeding vind ik minder heftig dan bijvoorbeeld psychofarmaca proberen. Dus medicatie. Ja. Terwijl dat, en dat weten heel veel mensen niet, maar psychofarmaca gaat eigenlijk ook altijd maar gewoon op trial and error. We proberen dit pilletje. Niemand weet of dit gaat werken bij jou, maar we gaan het gewoon proberen. Ja. En dan denk ik, ja, dat kan, hè. Dat kan nodig zijn uiteindelijk, soms. Maar ik denk eigenlijk steeds meer, ja, waarom probeer je voor die tijd niet met voeding aan de slag te gaan? En als dat allemaal ook niet werkt, dan kun je altijd nog aan de medicatie. Dan heb je in ieder geval ook de natuurlijke aanpak of hopelijk een natuurlijke oplossing geprobeerd. Ja. En dat hele onderscheid tussen mentaal en fysiek, nou, dat wordt veel te zwart-wit getrokken volgens mij. Heb je de podcast met Bram Bakker geluisterd? Ja. Precies hierover? Ja. Ja, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja, en daar sluit ik me helemaal bij aan dat onzin is om dat zo te splitsen. Neem bijvoorbeeld inderdaad laaggradige ontstekingen, auto-immuunproblemen. Dat zit ook in je hersenen, ontstekingen en hersencellen, die functioneren dan minder goed. Dan is het niet heel gek dat je je minder prettig voelt. Ja. Of minder goed kunt concentreren. Of dat je depressief bent. Of dat je... dat is allemaal... Ja, allemaal biochemie. En allemaal verbonden. Ja. Ja. En ook weer niet alleen maar... die biochemie. Ik bedoel, natuurlijk maakt het ook uit wat je meemaakt. Hè? Of je een onveilige jeugd hebt gehad of niet. Of dat je in een scheiding ligt of financiële stress hebt. Maar dat heeft ook allemaal invloed op je biochemie. Ja. Dus dat is uiteindelijk waar het allemaal gebeurt. Ja. En dan, wat ik dan fijn vind, is om met cliënten te zitten en te kijken van, goh, welke methode zou bij jou passen? Wil je graag praten of denken we dat het zin heeft om te verkennen voor jou welke rol jouw, noem maar wat hoor, traumatische jeugd bijvoorbeeld gehad heeft. Hoe dat jou gevormd heeft, want dat kan ook heel helpend zijn. Of loop je nu zo tegen allerlei problemen aan en zeg je, ik wil eerst mijn lijf, mijn instrument, mijn hersenen zo gezond en optimaal mogelijk maken. Ja. Zodat ik aan de slag kan met therapie en dat beter aan kan. Want dat is ook een hele logische aanvloeg. Nou, dan gaan we dus bijvoorbeeld met voeding en beweging en leefstijl. Wat goed, dus je doet het ook echt in de praktijk met cliënten. Ja. Ja. Hoe is een beetje die verdeling? Want je maakt de cliënt dus heel erg de regisseur. Hoe is die verdeling? Hoeveel mensen zeggen, joh, eerst het... Nou goed, mentaal en lichamelijk moeten we geen onderscheid tussen maken. Maar wie gaat eerst voor die leefstijl? Of hoeveel zijn dat er? Nou, niet zoveel, want het ontstaat meestal natuurlijk dat we toch eerst een best wel groot aantal gesprekken hebben waarin we verkennen van, goh, wie ben je? Want ik wil ook mijn cliënt heel goed leren kennen. Dus je begint er ook niet zomaar over. Het is niet het soort van eerste van, oké, dat duw ik meteen het gesprek in. Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet gehad. Dat als eerste zo, nee. Wel dat het langskwam als we bespreken van, nou, waar kunnen we uiteindelijk op uitkomen? Zodat de cliënt ook weet van, goh, nou, ook alvast een beetje kan voorsorteren. Maar meestal zijn we elkaar aan het leren kennen. Je vormt echt, vind ik, een team met je cliënt met wie ik ga samenwerken. Dus ik wil hem of haar goed leren kennen en hij of zij mij goed. En dan ontstaat er meestal wel iets of er dient zich iets aan waar we het beste het eerst aan kunnen werken. Maar dan ben je al wel een paar gesprekken verder vaak.
Weet je nog de eerste cliënt met wie je carnivore ging doen? Nee, want echt carnivore, ja, dat heb ik wel... Heb je dat ingezet? Nou, er was er eentje die dat ging doen, maar die was alleen maar bij mij voor diagnostiek. En die is daarna gewoon weer lekker... Dus je weet ook niet hoe dat vergaan is? Nee, dat weet ik niet. Nee, en verder is het meer richting keto. Dus, ja, okay. Dus de ultra-processed foods eruit. Ja. Dus ja, die kant op. Ja. Wanneer zie jij de meerwaarde van carnivore bij mentale klachten? Met name als er sprake is van auto-immuunproblemen. Ja. En iemand al bijvoorbeeld darmproblemen heeft. Heel gevoelig is voor van alles en nog wat. Dan zou ik kunnen zien van, nou, als een soort extreem eliminatiedieet. Helemaal carnivore. Ja. En eventueel daarna weer wat opbouwen of integreren in je voedingspatroon. Misschien ook niet. Ik bedoel, ik doe het nog steeds niet. Maar dus ik denk dat er best een aantal mensen is bij wie ik dat zou kunnen voorstellen dat dat een manier is. En dan zeg je specifiek auto-immuun. Zou je ook denken bij specifieke psychische klachten? Of meer als dat een soort van overkoepelend of een combinatie klachtenprofiel is? Stel dat. Mijn doelgroep zit een beetje in de neurodiversiteit. Dus dat zijn mensen met ADHD, autisme, hoogsensitiviteit. Ja, want daar wordt carnivore natuurlijk ook wel ingezet. Wat zie je daarvoor? Of wat zou daarvoor winst kunnen zitten? Nou, ik denk... wat overeenkomstig is in die hele groep van neurodiversiteit... is dat het vaak mensen zijn heel gevoelige mensen... met ook een heel gevoelig zenuwstelsel. Mm-hmm. En gewoon een gevoelig lijf. Dus ik denk dat vaak dat lijf alleen al heel veel onder stress staat... vanwege alle invloeden van buitenaf. Dat kan voeding zijn of chemische stoffen... als je midden in het centrum van Amsterdam woont bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Moet je niet willen. Nee, ik moet het niet alleen. Maar ik heb dus best wel mensen met overprikkelingsproblemen in mijn praktijk best wel veel... die in dat soort plekken wonen. Ja. Dan denk ik wel, ja. Ik merk het ook, ja. Dan kan je heel veel gesprekken met mij aangaan. Ja. Maar misschien... Die allemaal, die blijft erin zitten. Omgeving, ja. Omgeving is ook belangrijk. En voeding ook. Dus ik denk met name bij die doelgroep... dat het een hele goede zou kunnen zijn. Maar ik ga het niet... Ik kan het als een optie noemen... maar ik kan me voorstellen dat het voor veel mensen... aanvankelijk even een brug te ver is... Dat ze zeggen, nou, dat doe ik nog even niet. Ja, en dan specifiek carnivore, dat er wel meer ruimte is voor keto. Ja. Ja, ja, het is natuurlijk ergens ook wel logisch. Want keto, daar kan iemand denk ik zich makkelijker in vinden. Want daar zit nog groente en fruit en nog wat meer variatie in. Dan dat het echt carnivore is. Ja. Ja. Wat voor rol zou carnivore kunnen spelen binnen de GGZ? Zie jij dat gebeuren? Zeker hoe we begonnen natuurlijk. Van joh, het is het nieuwe roken. Ik hoop het echt. Ja. Ik heb net een aanvullende opleiding ook bij Dr. Georgia Ede afgerond. En ik wil eigenlijk ook, als ik me hier nog meer in verdiept heb... trainingen gaan geven binnen de GGZ. Ah, ja. Om het bewustzijn te vergroten bij heel veel professionals. Er is meer tussen praten en pillen. En ja, voeding, ja, natuurlijk een appeltje meer, het is allemaal best. Ja. Maar er hangt ook een beetje een soort, ja, misschien nog een beetje zweverig of dat het te light is, zeg maar. Ja, of een beetje hippig. Of hippig. Toch? Ja, terwijl dat we inmiddels volgens mij echt wel weten dat leefstijl voeding niet hippig is en essentieel. Ja. Maar ja, volgens mij wordt het wel zo snel ook, of wordt het snel ook zo afgeschilderd. Ja, ja, precies. Dus dan denk ik, want... Nogmaals, als je naar de radicale biochemie gaat... en echt op molecuulniveau gaat kijken... die verschillen in de hersenen bijvoorbeeld alleen al... tussen keto of het standaard dieet, wat daar gebeurt... en ook met ontstekingen... ja, daar is weinig zweverigs aan. Ja. En dat is echt ingrijpend.
Welke onderzoeken zijn er? Niet allemaal, maar heb je specifieke onderzoeken waar je naar refereert of waarvan je zegt van die zijn echt interessant in deze kwestie? Ja, die heb ik thuis wel op een rijtje staan, ja. Maar die weet ik zo niet op te dreunen. Dus, ja. En daar wil ik wat meer onderscheid ook in gaan maken. Dus ja. Dat ik daar categorieën in maak en dat inderdaad als mensen naar me vragen of nou heb je dan een onderzoek? Ja, hier heb je een onderzoek, ja. Want ze zijn er wel, maar die weet ik zo niet op te dreunen. Ja. Ja. Maar dat je dus in ieder geval ook qua biochemie ziet dat er een groot verschil zit dat wanneer mensen keto eten of dus regulier schijf van 5 eten. Ja. Ja. Je hebt ook het platform opgericht. Ja. Hoe kwam dat tot stand? Dat je dacht, dit moeten meer mensen weten. Hoe ga ik dit doen? Ja. Ja, dat was eigenlijk ook weer vanuit mijn eigen noodzaak, deels. Omdat ik merkte dat als je zelf, ja, ook als carnivore heb je wel eens een probleempje hier of daar. Ja. En als je een zorgverlener nodig hebt, huisarts, medisch specialist, tandarts voor mijn part, dat je toch, vind ik, een soort drempel over moet. Want dan zit je met je klacht. Ja. En dan wil ik wel noemen dat ik carnivore ben, juist omdat het me zo helpt. Maar ja, de gemiddelde arts, die verschiet een beetje van kleur als die hoort dat je alleen maar vlees eet. En denk dan, joh, niet gek dat je klachten hebt. Precies. Ja, van snap nou, ik. Mevrouw Snel, misschien moeten we maar eens gewoon normaal gaan eten. En dan maken we, precies, dan maken we alweer een afspraak. Dus ik dacht, ja, waar kun je nou die mensen vinden, de hulpverleners, waar je dan wel terecht kan? En dat, nou, dat is er eigenlijk niet echt. Dus ik dacht, ook op het gebied van de psychiatrie. En als ik cliënten heb die hier tegenaan lopen. Of ik wil samenwerken met andere hulpverleners. Stel, ik heb een cliënt met en overgewicht en mentale klachten. En die gaat ook naar een diëtist. Nou, dan wil ik ook met die diëtist kunnen overleggen. Ja. Wat we doen, hè, dat we op elkaar aansluiten. Dus ik dacht, nou, dan ga ik een platform oprichten. Ja. Waar mensen elkaar kunnen vinden. En ik had het idee van, nou, op het gebied van keto is daar al best wel wat. Maar carnivore is... Nee, zeker in Nederland? Nee. Nee. Nee, dat is er niet. En je hebt toen een oproep geplaatst. Hoe waren de reacties? Wisselend. Ja, kwam er ook gedoe? Nou, zeker. Ja, oh. Ja, in de reacties bijvoorbeeld op LinkedIn of in de reacties op de site. Oh. Ja. Wat voor reacties? Nou, weet je wel hoeveel dieren er vermoord worden omdat jij zo nodig je vlees moet eten? Denk je ook aan de milieuschade? Wil je dit nou echt serieus promoten? Heb je die in die boeken al gelezen en je kan prima zonder vlees? En nou, dat soort reacties. En de positieve? En de mensen die dachten van, hey, ik ben zorgverlener en werk inderdaad met carnivore. Ja, die gelukkig ook. Ja. Ja, dus er staat inmiddels al een aantal op, maar ik heb nog geen medisch specialisten of huisartsen. Nee, hè? Bijvoorbeeld. Nee. Denk je dat die er wel zijn en zich niet laten horen? Dan nu meteen een oproep, laat je vooral horen. Alsjeblieft, kan. Laat je horen. Of ik, dat ze er gewoon niet zijn? Ik denk dat ze er wel zijn. Ik denk dat een deel het niet wil laten horen, waar we het net over hadden. Ik denk dat veel bedrijven, organisaties, kranten, media, artsen zich niet willen laten, hun naam niet willen associëren met vlees. Ja. Omdat dat toch een beetje nat dan is. Maar ik heb ook wel gemerkt, dat is bijvoorbeeld ook een aantal hulpverleners waarvan hun praktijk al zo vol zit, dat ze niet op het platform willen. Ah. Omdat ze niet meer cliënten aan kunnen. Ja, en omdat het natuurlijk zo specifiek is. Ik merk dat inderdaad ook bij huisartsen die überhaupt bezig zijn met leefstijl. En dus ook denken, joh, we laten inderdaad een bloedonderzoek doen, want dat heeft een meerwaarde. Dat die ook ontzettend vol zitten. En dus zich inderdaad ook wat minder, of wat minder op de voorgrond treden, want er is niet meer ruimte. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk ontzettend zonde, want er zijn dus wat pioniers die daarmee bezig zijn. Ja. Maar gewoon niet voor het grotere publiek beschikbaar. Ja. Omdat het er maar zo weinig zijn. Ja. Ja, maar doordat dat geluid zo stil blijft, zijn er ook niet meer die, denk ik, getriggerd worden. Of een beetje gekieteld van, hey, laten we hier eens naar kijken. Ja. Of misschien dus eerst denken, zoals jij dacht bij carnivore, wat is dit? Maar na een week denk ik ga het gewoon eens proberen en we zien het wel. Ja. Dat wil je eigenlijk, dat er wel een beetje een bepaalde wrijving ontstaat. Ja. Want van daaruit kan ook interesse komen. Ja, precies. Ja, open-minded en... Nou ben ik natuurlijk psycholoog en je hebt de Big Five eigenschappen, hè? Waaronder openheid. Hoe open sta je voor nieuwe ideeën en hoe eager en nieuwsgierig ben je? Ik scoor daar extreem hoog op, dat weet ik. Ja.
Maar ik vind dat je als professional altijd een open blik moet houden. Ja. Naar methodes, inzichten waarvan je misschien geneigd bent te denken, hè, dat kan helemaal niet. Maar word dan nieuwsgierig. Ja. Mijn reumatoloog bijvoorbeeld destijds, die kon niet geloven dat het weer over was bij mij. Heb je verteld dat je carnivore is? Ja. Ah. Ik als heel naïef blij ei dacht, oh, dit wil zij ook wel weten. En? Nou, ze zei ja. Nou, wat zei ze nou? Ik kan niks met dingen waar nog geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Dat is zo makkelijk. Maar dat is ja, volgens mij de standaardreactie. Ja. Ja, en ze geloofde het eerst ook niet. Hè? Want ik zat daar aan een tafel en ik liet mijn vingers al zien. En toen zag ze wel van, oh, nou, ja. Maar ik wil wel je tenen zo voelen. Ik zei, ja, prima. Ja. Ja. Oh, maar dat is ook weg. En toen vroeg ze wel nog een keer van, wat heb je dan gedaan? Niet met die medicatie gestart? Ik zei, nee, geen medicatie. Ik eet alleen maar vlees. Ik wil je er wel over vertellen, ja. Maar dan moet je wel openstaan. Ja. Maar ja, dat ging niet. Nee. En heb je daar ook nog later checks gehad, dat ook een beetje kon landen? Of hebben jullie elkaar toen ook niet meer gezien? Nee. Nee. Dat is jammer, nee. Toch? Ja. Want dan, nou ja, je hoopt dat het ergens wat doet en misschien een klein zaadje heeft geplant. Ja. Merkte jij met het oprichten van het platform dat er binnen specifieke beroepsgroepen mogelijk ook meer aandacht voor is? Of dat er wat meer dus inderdaad die open-mindedheid is? Nou, in ieder geval bij de leefstijlcoaches, ja. En de diëtisten natuurlijk. Dat gelukkig, diëtisten ook wel? Ja. Kijk, ja, ook wel. Ik ken ze. Ja. Maar ja. Buiten mijn loop, zeg maar, buiten de nursing state, ja, zijn ze er? Ik denk dat allemaal wel ons kent ons is. Dus ja. Dat die dan weer op dit platform wijzen, ja. En dat die dan weer een mailtje sturen. En weet je wel, dus dat inderdaad wel zo gaat. Ja. En ik ben zelf wel bezig binnen mijn eigen vakgroep natuurlijk. Dus collega-psychologen. Ja. Om die tot verveling toe, ja. Te belagen met het belang hiervan. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? ik heb natuurlijk een appgroep met een aantal collega's. En ik kan het niet laten om daar af en toe case studies in te gooien. Of andere van dat soort dingen. Stuur me trouwens nog wel wat van die onderzoeken. Dan kunnen we die in de beschrijving erbij zetten. Ja. De weet ik veel, top 3 of 5 waarvan jij denkt, die moet iedereen in de GGZ gelezen hebben. Ja. Zetten we die er in ieder geval bij. Ja, dat is goed. Dat zou ik doen. Maar hoe zijn de reacties dan als je dat dus inderdaad deelt? Ja, ze kennen me langer dan vandaag. Nou, er is een aantal die dat dan heel interessant vinden en die dat lezen. En er was ook al eentje die zei van, nou, alsjeblieft ga cursussen geven, want ik schrijf me direct in. Ik wil hier meer van weten. Dus dat is echt heel fijn. Ja. En er is een aantal die vooral gewoon niet reageren. Ja. Ja. Zo gaat dat. Ja. Maar ja, ik denk inderdaad wat jij zegt. Zaadjes planten overal. Ja. Ja. En die training, krijgt dat al een beetje concrete vorm? Gaat dat inderdaad echt gebeuren? Ja, want zo ben ik dan. Jazeker. Ja. Ja, ja, ik ben daarmee bezig om al die informatie en kennis die ik nu heb te gaan gieten in een 1, 2, 3 middagse cursus bijvoorbeeld voor GGZ. Dat wil ik gaan doen. Ja. Hoe denk je dat je merkt het natuurlijk al met een post of met een oproep of met een platform. Er zijn haters en er zijn fans. Hoe denk je dat hier de reacties op gaan zijn? Zijn er genoeg mensen open-minded genoeg om hier zich inderdaad in te gaan interesseren? Ik denk het wel, maar misschien ben ik daar wat optimistisch in. Ik hoop het wel. Ja. Het is pionieren 11.0 natuurlijk. Ontzettend. Ja. Ja. Ja, en keto, dat gaat al wel mondjesmaat, wordt dat steeds bekender. Ja. Maar ook dat blijft wel. Ja, kijk, het is nu niet meer hetzelfde. Want toen ik daar mee begon, tussen aanhalingstekens, dat is denk ik 5, 6 jaar geleden. En het is wel echt een wereld van verschil met toen. Maar het is natuurlijk ook wel een beetje je bubbel. Dat merk ik ook wel vaak. Ja, dan denk ik van, voor mij is iedereen weet dit. En dan stap ik buiten mijn bubbel en dan denk ik, mensen weten niet eens wat keto is. Ja, precies. Dus, ja, ja. En ik denk zeker bij carnivore dat je dan al snel het idee hebt van, ja, maar keto en koolhydraatarm, dat weten mensen inmiddels wel. Nou, carnivore weet natuurlijk echt bijna niemand. Nee. Maar goed, dat ik ook nog wel denk, als je gewoon kijkt naar de gemiddelde Nederlander, dat die van
alles eigenlijk, überhaupt koolhydraatarm, keto, laat staan carnivore, nog vrij weinig weet. Ja, dat is waar. Absoluut. Ja, ja, dus ik wil mijn steentje bijdragen vanuit waar ik echt van denk van, goh, dit is belangrijk om dit meer te noemen. En ik hoop dat meer mensen dat doen. Nou ja, zoals jij en zoals een Bram Bakker en nou ja, noem het maar. Ja. En dat geluid in ieder geval te horen blijft. En nogmaals, ook niet radicaal. Ik zeg niet dat iedereen alleen maar vlees moet gaan eten of keto moet. Of, hè, want dat is dan vaak ook het idee van, nou ja, als het aan jou ligt, dan nou, dat is helemaal niet waar. Nee. Maar het is één van de opties die voor een aantal mensen echt levensveranderend of misschien wel levensreddend kan zijn. Dus dat moet gehoord worden. Ja, en in ieder geval, dat was voor mij heel erg de reden om überhaupt... Ik studeerde af als diëtist en ik dacht, nou, daar stop ik meteen mee. Dat ga ik in ieder geval nooit meer doen. Maar juist toen ik in aanraking kwam met ketogeen, koolhydraatarm, later dus ook carnivore, werd dat ook heel erg mijn beweegreden. Dat ik dacht van, ja, maar ik ga dit aan niemand opdringen. Dat wil ik helemaal niet, maar dat het wel een optie wordt. Ja. Dat iemand weet die bij een quote-unquote reguliere diëtist is geweest, de schijf van 5 volgt, eigenlijk alleen maar verder van huis is, dat er ook een alternatief is. Dat werd voor mij een soort van drijfveer. Van, weet je, het is niet dat ik tegen iedereen zeg, dit moet je gaan doen, maar wel dat je weet dat het een optie is. En dat je in ieder geval kan, onder begeleiding kan experimenteren van, joh, werkt dit voor me? En ja, wat zou eventueel meerwaarde kunnen zijn? Ja. En ik denk dat super belangrijk juist is bij het carnivore dieet, dat je ook inderdaad die ondersteuning voelt. Dat je dus niet bij een huisarts zit en denkt, ja shit, straks moet ik gaan vertellen dat ik vlees eet en word ik eigenlijk gewoon vierkant uitgelachen of niet geloofd of voor gek verklaard. Ja, want je bent op dat moment juist heel erg met je gezondheid bezig. En om dan een beetje als tegenreactie te krijgen van, joh, je bent jezelf om zeep aan het helpen. Ja. Daar zit je natuurlijk absoluut niet op te wachten op zo'n moment. Nee, want je bent al een beetje kwetsbaar. Je zit niet voor niks bij die arts of psycholoog. Nee. Je eet ook niet voor niets carnivoor, waarschijnlijk. Precies. Weet je, daar zijn natuurlijk ook situaties en klachtenbeelden en noem het aan vooraf gegaan. Ja. Dus het is sowieso, denk ik, al een gevoeligere situatie. Ja, precies. Ja. Ja, en dat heb ik dus zelf ook gemerkt. En dan, ik kan me heel goed voorstellen dat er veel mensen zijn die dan er niet eens aan beginnen. Ja. Of afhaken, zodra de eerste twee artsen zeggen van, nou, wat je doet is gevaarlijk. En, Hoe is dat voor jou nu? Als jij dus inderdaad naar de huisarts gaat of naar de tandarts of noem het. Ja. Zijn dat inmiddels dan, nou ja, een huisarts niet, want je zegt, die heb ik nog niet gevonden, die pro-carnivore is. Ja. Kun je dat wat meer naast je neerleggen of noem je het niet? Hoe ga je daar nu mee om? Nou, ik stoor me er nog wel aan. Ik denk gewoon, verdorie, waarom... Soms noem ik het, soms noem ik het niet eens, omdat ik denk dat het niet relevant is. Of sterker nog, alleen maar ons dat wat ik probeer te bereiken met die arts tegenwerkt, zeg maar. Maar ik merk ook vaak dat als ik het noem, dat het niet helemaal, dat mensen het niet eens horen. Dus dat het lijkt alsof die arts denkt, oh, dus je eet heel veel vlees. Maar ze eet heus ook wel de groenten en fruit. Ja. Omdat het zo afwijkt dat er automatisch al een soort van, nou ja, ander idee aan meegegeven wordt. Ja, zo had ik ook een keer een lunch ergens waar ik dan gezegd had van, nou, ik zorg al voor mijn eigen lunch, want ik eet alleen maar vlees. Dus dat ga ik van jullie niet vragen, weet je wel, dat jullie dat dan regelen. Dat was bij een of andere cursus. En toen hadden ze broodjes met alleen maar vlees. Ja, maar dus ook dat broodje niet. Nee, precies. Dus dat was super lief. En dan voel ik me weer bezwaard dat ik dat dan toch niet ga eten. Want dat doe je niet. En dan ga ik dat broodje niet uit beleefdheid eten. Nee. Nee. Dat vlees wil ik er nog wel afpielen. Ja. Maar, nee, inderdaad. Maar dat is wel dus inderdaad een heel mooi, duidelijk voorbeeld hoe mensen dat dan waarnemen. Of voor zichzelf een soort van in hun vakje gieten wat klopt. Toch? Ja. Dat het nog steeds ergens wel een beetje invalt. Want dit is zo apart, dus dan moet het wel in dit hokje vallen. Ja, ja, precies. Dus of ze horen het niet eens, of ze vullen een hokje in wat nog past. En zo was er ook een keer een reactie van een dame, van vrienden bij vrienden. En het kwam daar te sprake, want ik at daar ook. En zij keek naar me. En het drong tot haar door dat ik echt niks anders dan vlees eet. En zij keek naar me en ze zei, maar jij ziet er heel goed uit.
Ja. Misschien daarom. Ja, omdat het wel gezond is. Ja. Ja, precies. En dat denk ik, want ik ben natuurlijk, zoals dat dan heet, hoogopgeleid, hè, een psycholoog. En ik zie er niet heel ongezond uit. En, dus je zou ook wel een beetje weten wat je doet waarschijnlijk. Ja, dus mensen verwachten denk ik bij mij nog minder dat ik zo eet. Ja. Ja, zo werkt dat. Ja, ik denk dat dat dus juist ook wel maakt dat het bijvoorbeeld dat het extra goed is om je erover uit te spreken. Dat het snel wordt neergezet als dus inderdaad het ordinaire roken bijvoorbeeld. Of ja. Dus inderdaad alleen met jezelf bezig zijn of gewoon een beetje asociaal gedrag. Ja. Dat we ook laten zien van joh, mensen die carnivoor eten, dat zijn eigenlijk gewoon leuke, gezonde mensen waar je geen hekel aan hoeft te hebben. Nou, nee, inderdaad. Ja. En ik ben gek op dieren en ik ben gek op de natuur. En asociaal, ik denk dat alle mensen die nu luisteren minder kosten aan mij kwijt zijn, zorgkosten, doordat ik zo eet, dan wanneer ik destijds die medicatieloop in was gegaan. Precies, want dat was ook niet de laatste geweest, nee, die kuur. Precies, nee, precies. Met alle problemen van die en die daar dan weer op volgen. En pillen die je moet hebben tegen de bijwerkingen van de eerste pil, en dan weer aanvullende pillen vanwege de bijwerkingen van de tweede pil. Ja. Arbeidsongeschiktheid, psychologische zorg. Dat hoeft niet. Mm-hmm. Dus, nou ja, over hoe asociaal dat is, zou ik het ook nog wel willen hebben. Ja. Ja. Wat zou je mensen aanraden die met carnivore willen starten? Je bent dat zelf toen op eigen houtje gaan doen. Je gaf ook al in de andere aflevering aan, nou, dat had ik misschien wat anders gedaan. Ja. Hoe kijk je daar nu tegenaan? Ja, nou, ik denk dat er inmiddels wat meer over te vinden is. Dus verdiep je sowieso goed. Er zijn boeken over, er zijn heel veel op YouTube ook filmpjes, podcasts. Op mijn carnivore platform vind je ook al wat informatie. Dus ik denk wel dat je het zelf kan proberen. Maar als je, ja, zoals bijvoorbeeld bij een van jullie diëtisten, wat begeleiding vragen, dat lijkt me niet verkeerd. Nee. En verder denk ik dat het afhangt van, ja, wat voor type ben je? Er zijn mensen die nogal radicaal helemaal in één keer over willen. Ja. Of die stapje bij beetje willen. Ja, afhankelijk van de situatie waar je in zit. Ja. Wat zou je op kunnen vangen als het in één keer slecht gaat of niet? Of hoe gemotiveerd ben je? Hoe gevoelig ben je? Wat zijn je klachten? Precies, ik denk ook heel afhankelijk van klachten. Tuurlijk, enerzijds ook van oké, hoe is je, hoe ben je qua persoonlijkheid en waar vaar je het beste bij? Maar ik kan me ook voorstellen, juist bij een auto-immuunaandoening, dat je dan sneller toch wel een beetje voor dat alles of niets kiest. Omdat je ook, wat jij bijvoorbeeld in je eigen situatie merkte, als het je laatste schoolhalm is, dan ga je ook sneller er volledig in. In plaats van, oh, maar dan ga ik eerst eens even een beetje kijken. Want dan heb je natuurlijk ook niet het optimale resultaat. Ja, precies. Ja. Dus ik ben blij dat ik het in één keer gedaan heb. Ja. Maar bijvoorbeeld wat kennis over die extra zout. Dat had ik al gehad willen hebben. Ja. Nou ja, en daarom is het ook gewoon fijn als een expert met je meekijkt. Want dan kun je, die kan ook in kaart brengen van, joh, is het goed om het in één keer te doen? Gaan we het stap voor stap doen? Gaan we alleen maar rundvlees, water, zout, de meest extreme vorm? Laten we wel ei en zuivel erin? Dat je op die manier ook wat gewoon handvatten en tools hebt. Omdat er ook binnen carnivore, het lijkt vrij eenzijdig, maar er zijn ook wel weer verschillende manieren om het te doen. Zo, nou, inderdaad. Ja. En super belangrijk voor wie dan toch iets zelf gaat proberen, genoeg vet eten. Ja. Ik denk dat dat ook zo'n valkuil is. Ja. Want anders heb je gewoon geen energie. Ja. Ja, je moet ergens je energie vandaan halen. Dus als je die koolhydraten niet meer eet, dan genoeg vet. Heb je dat op momenten gemerkt dat je te weinig vet at? Ja, ik denk het wel. Maar vooral ook, ik vind het helemaal niet lekker als het hele magere vlees. Nee. Ik krijg zin in vet. Ja, dus dan. Ja, maar dat is grappig. Dat noemde je natuurlijk ook in de vorige podcast. Dat jij vooral vaart op je gevoel en waar je zin in hebt. En ik geloof ook zeker als je, überhaupt een koolhydraatarm keto laat staan, carnivore eet, dat je ook echt weer kan vertrouwen op je honger, je verzadiging, je voorkeuren. Dat is zo'n natuurlijke manier van voeden, als het ware. Dat al die bloedsuikerpieken, die zijn er natuurlijk uit. Dus je kan ook daadwerkelijk weer intuïtief eten. Ja, inderdaad. Ja. Top. En dat moet je denk ik wel leren.
Ik denk, als je net overgeschakeld bent, dan dat is, nou, gun jezelf even die tijd dan om een beetje te stuiteren, te zoeken en te ontdekken. En dat is, er is geen one size fits all. Nee. Maar dan vind je, denk ik, wel een manier die, die goed past. Ja, nou, ik zeg ook vaak, weet je, zeker in het begin, liever iets te veel dan te weinig. Ja. En dat komt vanzelf wel weer goed. Ja. Zeker ook qua vetten, want daarmee help je je lichaam ook juist makkelijker over te gaan op je vetverbranding dan wanneer je dat echt gewoon laag houdt. Want je hebt weinig energie, je lichaam heeft moeite om die switch van koolhydraten naar vetverbranding te maken. Ja. Dus in het begin juist liever wat meer. Ja. En dat stabiliseert zich wel weer. Ja. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog meer mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.